Like deze video sneller dan dat ik 5 keer Baldi's Basics zeg voor extra geluk. Extra geluk. Baldi's Basics, Baldi's Basics, Baldi's Basics, Baldi's Basics. Nog één keer. Baldi's Basics. Extra geluk. Is het gelukt? Baldi is weg. Baldi heeft ontslag genomen. Wacht, wat? Maar dat kan toch niet? Dit is toch Baldi's school? It makes no sense, maar het is zo. Hij heeft op het bord geschreven, ik stop ermee. En alle leerlingen die kwamen het klaslokaal binnen en dachten, huh? Baldi is weg. Nou ja, schijnbaar. Wacht, wat? Oh, er wordt zelfs omgeroepen. Er is vandaag geen leraar. Hoe is dit mogelijk? It makes no sense. Like, seriously. Er is gewoon letterlijk geen leraar meer. Dus wat is dan nog het nut van dit spel spelen als Baldi er niet is? 6 plus 2 is 8. Min 8 is 0. 1 plus 6 is 7. Min 7 is 0. 2 plus 7 min 2 is 7. Hé, we hebben het in ieder geval goed gedaan. En Baldi heeft zelfs zijn You Can Think Pad meegenomen. Waardoor we het nu op een andere editie moeten doen. Er staat, ik denk dat je al weet wat de regels zijn. Hij heeft zelfs de regels meegenomen. Baldi, you are kidding me. Maar wat gebeurt er dan nu als we zometeen zeg maar een som fout hebben? Want normaal gesproken is dat het moment dat Baldi achter ons aan zit. Maar nu is er geen Baldi. Baldi heeft ontslag genomen. 4 min 8 is 4 keer 4 is... Oh, nou in dat geval maakt het op zich niet meer zoveel uit dat we alles fout hebben. Dat is niet de manier hoe het werkt, oké? Als je 1 fout... Wacht, wat? Huh? Je gaat me toch niet vertellen dat Baldi ontslag heeft genomen, maar dat hij letterlijk alleen terug is om mij te straffen voor mijn foute antwoord. You are kidding me right now. En waarom zie ik letterlijk dat hier planken voor het raam zijn geplakt? Want normaal gesproken is dit het... Oh, dat is de directeur. Oh ja, de directeur is er natuurlijk nog wel. Die heeft geen ontslag genomen. Maar normaal gesproken... Oh, first prize. Nee, first prize. Don't do it, bro. Wacht, ik heb een idee. Ik haal een colaatje als dat kan. En dan... Doei! Nice! Oh, en de... Oh nee, de directeur is boos. We hebben gedronken in de gang. Zeg maar, er zijn een aantal regels in de Baldi-school. En één daarvan is dat je niet mag drinken in de gang. En we hebben dat gedaan. Oei. Nee, we moeten naar... Maar waar is Baldi? Hij staat hier ook niet meer. Oh, Baldi is letterlijk weg. Maar wacht, kun je dan wel afgaan in dit spel als Baldi er nu niet is? Ik bedoel, playtime is er. Arts and crafters is er. Principal of the thing. Got a sweep. First prize. It's a bully. Maar letterlijk, Baldi is gone. Baldi heeft ontslag genomen. En het is echt het meest verwarrende ever. Het is geen Baldi spel meer wanneer Baldi ontslag heeft genomen. Het is niet leuk zo. Wow. Wat? Hallo? Ahoy, je bent de nieuwe lerares. Oh ja, natuurlijk. Baldi heeft ontslag genomen. Dus er is een nieuwe lerares. Hoi, jij bent mooi. Ik weet niet wat er gebeurt. Oké, dit is een soort van best wel verwarrend. Ik bedoel, Baldi is dus... Oh, wat? Dit is onze nieuwe lerares. Oh, ik heb het let... Het was 10. Ik weet het, ik was te snel. Oké, dit is in ieder geval 7. En dit is... Oh, ze is boos. Oké, ik ben best wel een soort van zenuwachtig. Ik hoop dat deze lerares aardig is. Want... Maar Baldi kon onaardig zijn, right? Maar het is Baldi. Ik bedoel, come on. Baldi is amazing. Oké, 7 min 8 is min 1. Ik heb geen idee wat dit is. Ah, come on, bro. Baldi, come back to school. Jij hoort hier te zijn. Jij hoort hier les te geven. Oh, nee. Oh, nee. Oh, de dame zit achter ons aan. It's not good at all. Wat? Oh, dit is de nieuwe directeur. You are kidding me. Oké, dus als ik het goed begrijp, zijn alle karakters nu vervangen door andere personen. Why is that, bro? Ik dacht alleen dat Baldi ontslag heeft genomen. Waarschijnlijk heeft iedereen ontslag genomen. Oeh, hier mogen we eigenlijk niet naar binnen. But I do it anyways. Oké, we gaan eens even kijken. Wat hebben we hier? We hebben een schrift. We hebben iets te drinken. En we hebben sleutels. Dus nu kunnen we de nablijflokaal uit als het zo moet. Oh nee! Oh nee! You are kidding me! Baldina! Haar school! Je zou misschien denken van, hey, waarom ga je dan weer naar Baldina haar school? Nou, als Baldi er niet meer is, dan hebben we Baldina nog! Oké, hoi Baldina! Leuk dat je er bent! Oké, we gaan eens even kijken. We gaan naar binnen. We zijn er. Wat is dat? Is dat een cringe? Ik denk het. Dat is best wel cool. Oké, we gaan eens even kijken. Oh, daar is Baldina! Hoi Baldina! I'm Baldina! Oké, ik kom al. Moet ik met je meelopen? Ik denk het. Merry Christmas. Oh, het is kerst hier. Oké, dus als ik het goed begrijp, Baldi geeft rekenles, maar Baldina houdt van literature. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Je snapt wat ik bedoel. Literature. Dus ze houdt van grammar en literatuur en dat soort dingen. Alleen ik moet zoveel met mijn muis bewegen, want zeg maar...
Wat betekent dat? Even pauze! Dat was de kortste les ooit! Dat was echt 5 seconden minder. Dat was echt super snel. Oké, maar wat moet ik nou doen? Oh, wie is dat? Wie is die cheerleader? Cheerleader! Kom eens hier! Ik wil je een vraag stellen. Oh, wat is dat? Een spiegel. Een spiegel? Wat kan... Oh, wat... Nee! Nee, cheerleader! Ja, dankjewel. Een spiegel. Ik weet niet wat ik ermee kan. Maar dit looks cool, oké? Wat hebben we hier? Oh, mogen we hier naar binnen? Dit is de teacher lounge. Zijn dit de karakters? Oké, dit zijn de verschillende soorten karakters. Ik snap dit niet. Dit is niet mijn spel. Oh, nee! Wie ben jij? Ben jij de directeur? Jij bent denk ik de directeur. Er zijn zoveel karakters. And I seriously don't know what to do with them. Het is gewoon... Het is onduidelijk, bro. It's like very confusing. You know? It's like I really don't know what to do. Oh, dit zijn de schoolregels. Ze zijn zo blurry dat ik ze niet eens kan lezen. Oh, kijk hier! Nice, we hebben 1 van de 8 papiertjes. Het lijkt wel Slender. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Er staat iemand achter de deur die mij laat pauzeren. Wie is dat? Is dat Godasweep? Oh, het is Godasweep. Het is de conciërge. Alleen deze ziet er anders uit dan die in de Baldi game. En wie is dat? Er is daar nog een dame. Nee, niet de cheerleader. Oh, we weten dat er een cheerleader is. Stop nou. Wow. Wow, rustig. Hoi. Wat? Wat? Weet je, ze proberen van alles, right? Baldi is ontslag genomen, is gone, is weg als sneeuw voor de zon. En ze willen nieuwe leraren en leraressen. Ik bedoel, ze hebben Baldina geprobeerd, ze hebben die dame geprobeerd. Nu zelfs een piraat, waar we ook sommen voor moeten oplossen. 6 min 1 is 5, 7 min 7 is 0, 7 min 8 is min 1. Ben je een piraat? Nee! Ik mag blij zijn als ik een kant-en-klaar maaltijd klaarmaak zonder dat mijn magnetron ontploft. Dat is niet een piraat. Of wel? Ik weet het niet. Oké. 8 min 5 is 3. Oh, ik weet je. Laat maar. Want precies... Oh, de piraat is boos. Oh, de pirate Baldi is boos. Kunnen we dat een pirate Baldi noemen? Het is eigenlijk geen Baldi. Eigenlijk geen Baldi. Wie is dat? Oh, dat is de piraat. I am gone, bro. I'm not here anymore. Oké, we hebben in ieder geval een pirate coin. We hebben een pirate coin gevonden. Is er dan ook ergens een frisdrankautomaat waar we gebruik van kunnen maken? Zeg maar, normaal gesproken dienen de muntjes in de Baldi school voor de frisdrank. Drankautomaat, so that you can have a soda pop. That's amazing. Oeh, Captain Staff Only. Oh, wat is dat? Dat is een kaarsjob, ik weet het. Oké, wat hebben we hier? We hebben een chain lock gevonden. Dus we hebben nu iets gevonden waarmee we zeg maar de deur op slot zouden kunnen zetten. Mocht er bijvoorbeeld een piraat achter ons aan zitten. Als een piraat les zou geven, wat is dan het eerste wat hij een leerling zou leren? Hé, daar ben ik benieuwd naar. Misschien hoe je om kunt gaan met scheurbuik. Dat is iets wat te maken heeft met piraten, toch? Ik weet het niet. Kiel halen? I don't know. In ieder geval, 8 plus 4 is 12. 7 min 1 is 6. Bladibladibla is... Jij zit in de gevangenis. Ik ben niet in de gevangenis. How do you mean? Oh, de Save Gold Sword. Dus in plaats van een schaar die je in de normale... Waar was dat voor nodig? Oh, yes. Yes, dit is nice. Baldi is weer back on track. Hij heeft zijn baan als leraar weer opgepakt. En dat kan maar één ding betekenen. Oeh, hij heeft een nieuwe school. Nee! You are natuurlijk... Baldi heeft geen ontslag genomen. Hij is simpelweg overgestapt naar een nieuwe locatie. En daar was hij waarschijnlijk zo druk mee dat hij tijdelijk bij de oude locatie weg moest. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. De You Can Think Pad ziet er ook anders uit. Dat is interesting. 5 min 0 is 5. En 5 plus 2 is 7. Wauw, Baldi. Ik ben zo blij om je weer te zien. De piraat was gemeen. En Baldina was onduidelijk. En het meisje wat we zagen was raar. Dus ik ben blij dat Baldi weer terug is. Oké. Okay. 0 plus 8 is 8. 7 min 9 is min 2. Bladibladibla. Baldi is mad again. Zeg maar, normaal gesproken is het niet fijn. Oh, wat is dat? Waarom staat Baldi zijn hoofd in beeld? Baldi, wat doe je daar? Baldi, wat doe je daar? Raar jij. Wat ben je nou weer aan het doen? Oké, okay, nee, niet... Oh, hoe? Serieus? Oh, er is een nieuw karakter. Geen first prize, maar zeroth. Zeroth? De nulste prize. Oh, dat is zo interesting. Dat is minder interesting. Maar Baldi is back in business. Abonneer als jij ook vindt dat Baldi een leraar moet blijven. En als jij een 10 wil halen voor de volgende toets die je maakt. En als je geen toets maakt... Ja, dan wil je toch alsnog een 10? Een fantasie 10. Tot de volgende keer. En adios.
bladibladibla is 2. Alex is boos. Oké, wacht even. Dat zag er echt super creepy uit. Oké, nu word ik eigenlijk best wel een soort van een klein beetje bang. Zeg maar, wanneer Baldi boos wordt omdat je een van zijn sommen fout hebt, dan is dat creepy, right? Maar je weet ongeveer wat je kunt verwachten, want wat is dat? You are kidding me right now. Wie ben jij? Wie is dat meisje? Wie is deze bezem? Oh, wie ben jij?